blijven. Daar is Peter. Peter, wil je nog onthouden voor het slapen gaan? Hij heeft wel zijn zin, jongetje. Met een hoester op zo. Want daarachter is een meisje met een veel te zichtbare string, maar oké. Okay. Ja, jongen, je met... Dan zit iemand met een string op je hoofd. Kijk zo, boing. Zit hij op je hoofd. Een roze string? Ja. Zeg lekker nog harder. Nee. Een verhaaltje, ja? Dat jongetje, dat ging naar Rome. Met een hoester op zijn hoofd, de hele tijd. Ik kwam bij de douane. De douane die zei van, die hoester, die mag niet. Dus... Ach jongen, nou ja zeg, waarom mag mijn oester niet mee? Ik steek ze maar gewoon in mijn neus. Nee, daar hij nam ze bij de neus. Hij neust altijd in iedereen zaken rond. Hij kocht een hele grote van 3 of 4 meter lang en zette die over de oester heen. Toen liep hij door de douane heen. Oester op je ijsje. Maar toen moest hij zijn hoed in een heel vervelend rekje doen, met de oester erin. En dat paste niet. Dus toen werd hij even licht uitgeknapt. Toen ging hij naar huis met zijn oester op zijn hoofd. Wat vond jij nou van dit verhaal? Dat is een heel saai verhaal. Wat vond jij van dit verhaal? Bagger. Wat vond jij van dit verhaal? Heel slecht. Rioleringen. Wat vond jij van dit verhaal? Rioleringen. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Wat vond je nou zelf van dit verhaal? Nou, ik vond het fantastisch hoor. Niet het beste ooit verteld heb, maar wel heel goed. Ik kwam in de buurt! Peter vertrok uit, Peter. En Rolf ook. Nou, ik weet niet of hij in de moest. Ik dacht, nee joh. Ik heb niet zin. We zijn aan het uitrusten. Ik kan je hoog gaan pesten. Ja, dat doen we al de hele dag. Ja. Kijk, pest hem. Nee, jeetje. Ah, je moet de beurt overslaan. Rob heeft een ijsje. Ja, 7 plus 2.